Beste kijker, het is vandaag 5 december. Zou het kunnen dat wij bekende Sinterklaas dip krijgen op de beurs? Als ik naar de markten kijk, zie ik wel intentie tot dalen op de 1 uur grafiek goed zichtbaar is. Als ik inzoom op de 5 minuten grafiek, zien we ook zichtbare druk momenteel. Maar we weten, tijdens de opening kan alles weer anders zijn. Ik heb gisterenavond diverse Nasdaq booster long en short posities gehad, maar blijft een lastige markt, per saldo €65 verlies geleden. Heb momenteel Brent long in mijn porto, kijken of Brent wil herstel laten zien vandaag. Het is inmiddels bijna 9:10 en de Europese markten zijn open. Ik denk 769 steun zal getest worden, maar gaat houden en later op de dag toch weer herstel is mijn verwachting. Ik wil dan in de money calls kopen en 769 serie verkopen voor de premie inkomsten. Verder zal ik ook put credit spreads openen, kijkt u even mee.
Tot nu toe gaat alles volgens plan en heb goede winsten kunnen maken. Heb zojuist alle putposities met winst kunnen sluiten en deels van de calls ook gesloten met winst. Omdat we te maken hebben met dunne handel, beurs kan heel snel draai maken en waar mogelijk risico verminderen is prioriteit. Tot nu toe 230 netto van put- en call-posities verdiend. Vandaag nog een januari 780 à 800 call spread gemaakt en zojuist speculatief 100 aandelen buyer gekocht voor €3.074. Wellicht zijn we dichtbij een bodem met het aandeel. Het is nu bijna 15 uur en over half uurtje zal VS opengaan, optie-expiratie zal ook beginnen. Als we naar Porto kijken, zien we dat ik 100 aandelen buyer heb. Hopelijk is het nu juist het moment om de aandelen te kopen. Ik heb nog 4 call-opties in Porto die straks expireren en zolang AX boven 769 blijft zal ik €400 netto winst maken uit deze posities. Ik wacht nu tot de expiratie, vervolgens zal er €1000 vrijkomen uit deze posities. Later vandaag zal ik een short positie kiezen om de resterend €4000 binnen te halen. Op deze manier betaal ik geen rente aan DEGIRO. Verder heb ik 3 buyer januari call 36 bijgekocht voor in totaal €51. Is zeer speculatief en als we kijken is tot nu toe verliespositie. Ik heb zojuist mijn gemiddelde aankoop op €45 berekend. Als het aandeel paar euro stijgt wellicht kan ik deze positie zonder verlies sluiten, het is en blijft een gok. Ik ga nu ervan uit dat wij met AX boven 769 blijven in de komende half uur en in totaal €630 netto verdiend met handelen van dagopties en u wordt bedankt Sinterklaas. Heeft u vragen, opmerkingen plaatsen onder deze video en graag abonneren op mijn kanaal voor meer educatieve video's.